Jongens, welkom terug bij een nieuwe video van Far Cry 4. Dat is vandaag zondag 28 maart 2022, 12:30 middags. We gaan vandaag gelijk verder met Far Cry 4. Ik ga even mijn geluid wat harder doen, want ik wil doof worden door deze game. Uplay? Nee. Jongen, echt, ze vragen de hele tijd, stoppen nou gewoon. Ik ga geen Uplay account krijgen. Uplay is gewoon dood en het moet gewoon stoppen met zo vervelend te zijn, ja? Het is gewoon een kutsite. Of site en service eigenlijk, heet het. Yuma's ouders werden gedood tijdens de aanval van Interpol en dingen van China ofzo. Ik heb geen idee wie Yuma is, maar I don't care. Verder is mensen de nieuwtjes. Minecraft, Survival Island en Jopje. Doe maar gamen. Ben ik nog steeds bij dag 459. De anime. The New World, ben ik nog steeds bij episode 10. Altered Melvin, The Evil Within 2, de miniserie van YouTube. Ben ik ook nog steeds bij aflevering 4 of zo. Omdat ik die game gewoon niet zo leuk vind als The Evil Within 1. Ja, The Evil Within is veel beter dan The Evil Within 2, vind ik veel leuker. En het commentaar van Altered Melvin was ook veel beter toen, dus ja, dat helpt ook. We gaan nu naar een missie van Longus. Holy shit, wat gebeurt daar al achter me? Daar werd een hert even gedood door een wolf. En waarschijnlijk zit dat kutkind nu achter mij aan, of niet? Ja, daar komt hij al hoor. Daar komt hij al aan rennen. Wat? Jongen, laat me. Kun je me gewoon met rust laten, alsjeblieft? Hey. Jongen, waarom ga je mij dan aanvallen? Like, ik doe jou niks, hè? Echt kutbeest dat je bent. In ieder geval, mensen, dat zijn de nieuwtjes. Verder heb ik gisteren een beetje Risk gespeeld in de avond. Ik heb weer gewonnen. Natuurlijk, bordspel gedaan. En verder is gaan we verder met de story mode, wou ik zeggen. Alleen, wat gebeurt hier? Wat gebeurt er, boys? Wat gebeurt er nou? Wat is het probleem? Wat is het probleem? Oh, god! Oké, dan daar ga ik niet... ik wou eigenlijk die eagle doden. Alleen, toen per ongeluk dood ik... ja, een persoon. Ach, god, hoe ga ik hier nou weer? Holy... hoezo doet dat zoveel damage? Dat is echt bullshit. Oké, zo'n vogel doet gewoon meer damage dan gewoon in je kop geschoten worden. Dat is heel logisch. Oh, god. Wie de hel is deze guy nou weer? Hoe is dit? Ja, dat vraag ik me ook af. You don't recognize my voice? Nee. The voice of Radio Freaky Rot? Oh. This is Rabbi Ray Rana. You don't recognize that? Nee, niet echt, nee. Nice, dan heb ik twee vaardigheidspunten. Ik kan moord van boven leren, ik kan deze. En die ga ik right. Ook leren. Just call me Rabbi Ray, man. Okay, Rabbi Ray. Okay, rustig. What's this about? Look, we need a face-to-face. I'm sending you my coordinates. Come find me, man. Nee, daar heb ik eigenlijk geen zin in, meneer. Maar ja, verder ben ik gisteren ook naar het bos geweest. Was wel leuk. Oh, wat de hel gebeurt hier nou weer? Wat gebeurt hier nou weer? Ja, oké. Alsjeblieft, meneer. That was close. Alsjeblieft. Ik heb geen idee wat ik heb gedaan in deze. Ik kan random één persoon lopen met één gijzelaar. Like, dat is ook een klein beetje random. En ja, dacht ik gewoon, ja, kan ik hem net zo goed killen. En ik ben een karma niveau omhoog. Hoe ga ik dit nou doen dan? Ja, wagentje locatie ontdekt. Dat is leuk, maar... hoe ga ik hier ooit opkomen? Oh, dit vind ik weer zo retarded, hè. Waarom zijn die nergens van die oranje klimdingen? Like, dat is toch gewoon debiel, man. Dan kan ik toch niet naar boven komen. Maar in ieder geval, mensen, gisteren heb ik een beetje gechilled. Niet gewerkt. Ik ben naar het bos gegaan in de middag. Was wel gezellig. Beetje creepy mensen gezien in een rode wagen. Die ineens... oh, wat de hel? Oh, god. Ik kan niet door dat, jou een beer... dat jij een beer was. Nee, nee, holy shit, man. Er zijn veel roofdieren. Oh, die beer zit gelukkig niet achter me aan. Ja, jongens, I don't care, actually. Ik wil gewoon maar naar die longus, man. Maar dit duurt zo lang. Waarom ga ik er niet gewoon via de weg? Dat vraag ik me af. Waarom doe ik dit zo? Why? Nee, ik wil mijn longus wel... ik wil longus wel taggen. Verdomme kutspel. Alsjeblieft. Ga gewoon via de... ik ga nu normaal doen. En ik ga via de road. Die met geel is aangegeven. Maar soms neem ik deze road. Waarom? I don't know. Fuck a G. Hello, hello. Ja, ja, I don't care. Ik hoef eigenlijk niks te kopen, dus ja. Ik heb al deze zieke sniper gekocht. Met een scope, een silencer.
echt gewoon een chill ding. Hier zijn wat mensen. En nou, wat zijn jullie aan het doen? Jongen, moeten jullie die... Oké, dan, maar alsjeblieft stop met kreugen luiden maken, want het is een beetje ongemakkelijk. Oké. Mensen, ik zit een beetje te kutten met deze missie. Oké, wat lul je, I don't care. Ik moet gewoon om de berg heen lopen, zodat ik bij die longers kan komen. Like, waarom zijn die missies altijd in zo'n kutlocatie? Wat? Wat doe jij nou hier al? Nee, oprotten jij. Doei. Dat was een beetje random. Geen idee waarom die mensen daar fucking random daar liepen. Maar oké, nu zijn ze dood. Dus dat is weer opgelost. Ik ben hier bij die tempel die ik volgens mij vorige keer moest bevrijden. Of niet bevrijden, maar moest beschermen. Waar is nou die gele weg dan? Oh, die is hier. Oké. Ik heb de weg weer gevonden. En ik heb hier ook gelijk een buggy. Volgens mij was ik hier al 5 minuten geleden was ik hier al gekomen. Alleen toen ging ik als een mongool de verkeerde kant op. Dus hé. Door wie word ik nou gezien dan? Oh my god. Ja, nee. Die courier mag lekker. Oh my god. Deze wagen is wel chill hoor. Daar moet ik eerlijk in zijn. Holy shit. Deze wagen is chill. Het gaat redelijk snel. Nou, ik hou jullie even in, boys. Als dat mag. Nee, ik hoef geen fort te bevrijden. You are in Diplur's region. He has a fortress there that is heavily fortified. Attacking it will be very difficult as long as Diplur is in power. Bugganman. Yes, he looks like he robbed a metrosexual pimp. Okay. Yes, he is the delusional psychopath maniac who killed the leader of the Golden Path and is now doing everything in his power to erase our proud heritage as true-blooded people of Trump. But you know what? Oké, jij moet echt je mond houden, man. Ik word zo vervelend. Oké. Hier moeten we naar boven. En we kunnen eigenlijk naar Longus, naar de verhaalmissie. Ik heb geen idee waarom we eigenlijk naar Longus moeten. Maar hij die gek met zijn bijbel heeft weer een verhaal te vertellen. Maar ja, gisteren ben ik dus naar het bos gewend in mijn eentje. Niemand wou met me mee. Oh, sad face. En ja, dat was redelijk chill. Gewoon even 3 uurtjes gewandeld. Beetje gefietst. Beetje natuur, mensen. Beetje frisse adem. Beetje beweging erin. En verder heb ik een beetje Minecraft gespeeld en avond het bordspel gedaan met mijn familie. Heb ik gewonnen, natuurlijk. Risk, easy win. En ja, verder is het nu vandaag zondag, mensen. Aankomende donderdag heb ik mijn laatste toets. En dan de week daarop heb ik weer labdag op een andere dag. En begint periode 4, ja. Verder zit deze guy weer in zijn eentje in een tent. Wat is dit nou weer? Wat is dit nou weer voor gekke plant? Maar in ieder geval, ik heb ook geen idee hoe deze guy hier komt en waarom die ook in zijn eentje gewoon zit te chillen in een tent. Like, dat is best wel lonely. Oké, fuck up, bro. Hallo. Dat klopt. En verder ga ik vanmiddag denk ik werken en misschien een beetje Minecraft spelen. En verder heb ik eigenlijk niks te doen, nee. Dat is een leven, ja. Ik heb een beetje Serpent Gameplay Bad Rats gekeken. De serie ben ik opnieuw begonnen met kijken, dus hey, dat is nog een extra miniserie eigenlijk. It means... Do what soldiers do best. Ja? Even if it requires you to come to a godless country like this. Oké, dan, je hebt problemen. We protect our people through our willingness to kill. Ja. And what do we need to fulfill our purpose? Guns? Faith? Guns! Nee, oh. Guns! Without them, how else will we pass through the sea of trouble? Je bent echt lijp, ouwe. Wat heb je allemaal op? Help me, AJ. En de Golden Path will receive their guns. Kun je ze niet gewoon geven en niet zo'n lul zijn en gewoon ons helpen? And the scales have fallen from the boy's eyes. Volgens mij moeten we nu diamanten fixen of zo. Leaving over the mountain by helicopter, but it went down. I need you to take this tracker and recover the shipment. Nee. Before the army gets it back. Oh, niet deze missie. Dit is in de Himalaya's goed. Dus, oh, dat is een klote missie. Dit is een klote missie. Amen, bro. Now go! Go! Go, AJ! Ja, deze guy heeft wel spirit. Maar ja, we moeten dus naar de Himalaya bloeddiamant. Hallo, AJ. Wagaji, houd om naar de Himalaya te gaan. Het is sneeuw. Hier komen fucking veel enemies en het is echt gewoon een lange missie, ja, waar ik eigenlijk nu geen tijd voor heb, maar ik doe hem wel. Of ja, eigenlijk kon ik hem beter niet doen, maar hey, vorige keer was ik ook al bezig met
Oh, wat de... Oké, dan, dat is heel random. Nou, ik kan niet meer terug, dus. Ik vind de zuurstof vaster. Oh, ik krijg een snap binnen, dat is altijd wel nice. The Royal Army has likely dispatched men to secure the chopper's cargo for themselves. Strike them down if you must. We're sneaking like a thief in the night. Wakey wakey, eggs and bakey. Dat is volgens mij van Life is Strange. Wacht wel even hoor. Dat zegt de moeder van Life is Strange altijd. Nou, mijn vriendin zei het ook tegen me via een snap. Dat gaat jullie eigenlijk geen reet aan. Ik heb geen idee waarom ik het zeg. Want jullie denken, oké, okay, I don't care. Ik wil gewoon de gameplay zien. De goede gameplay. En jullie krijgen goede gameplay, mensen. Want ja, ik... is beperkt in een soort... Door je voordeel mee. Maar het zicht van ons is toch ook beperkt. Nou, wij hebben wel zo'n camera, maar... Holy shit, daar staat gewoon al één. Oké, kunnen we niet van deze guy gewoon een zuurstofmasker nakken? Oh, dit heeft ook zo'n mechanic dat je zuurstofmasker dus moet stelen, ja. Nee, ik wil niet dit. Ik wil mijn sniper en deze voorpakken. Geen idee, waar zijn enemies eigenlijk? Oh god, dat is niet goed, nee. Oh god. Deze muziek vind ik wel episch. Oh god, daarom boys. Pak een steen. Ik ga erheen, ga er even heen. Ik denk dat ik zo beter kan omlopen en dan ze zo van achter moet pakken. Oh god, daar staat er een. Ja. Waar is die andere guy dan? Oh, die is hier al. Oké, die kan ik beter met de eliminatie uitschakelen. Nee. Oh god. God, ze hebben me door. Oké. Dat doe ik. Oh, hier zit er ook één. Waar zit één dan? Oh, hier al. Oprotte jij. Oh god, er zijn nog wat mensen. Oké, gebruik je spuit, eetje, gebruik je spuit. Oh god. Fuck, waar is nou die eliminatieknop dan? Waar is deze guy? Oh, hier al. Oké, daar al, dat is er eentje en dan is er nog één. Oké, waar is die guy dan? Oh. Oprotte jij, je had me bijna doodgemaakt, meneer. Dat gaan we dus niet doen. Oké, we hebben mijn zuurstofmasker. Ik heb weer wat kogels verkracht, mensen. Maar ja, dat hoort gewoon bij deze missie. Oké, pak het zuurstofmasker. Pak het. Kom op, jongen. AJ, doe nou... Wat? Wat gebeurde er nou weer? Wat? Ging ik dood omdat ik niet genoeg zuurstof kreeg? Ik denk... Nee, man, dat gebeurde. Alleen, wat de hel, man. Ik was er net. Ik wou hem pakken. Alleen toen zei hij, je mag hem niet pakken, want ik drukte gewoon op vierkantje ingedrukt. Ja, dat is er. Nou, deze stem klinkt ineens heel anders van deze guy. But be wary when you reach the crest site. The Royal Army has likely dispatched men to secure the chopper's cargo for themselves. Strike them down if you must. We're sneaking like a thief in the night. Oké, nou, deze guy is... Ja, dat wou ik net zeggen. Het heeft toch wel silencer. Kom op, boys. Oké, ik ga weer een paar mensen proberen uitschakelen met eliminatie. Ja, daar staan er dus twee. Alleen... Je moet even de camera erop halen. Oké, nice. Verder staat hier de... Oh, god. Oh, hier staan gewoon wapens. Oké, fucking chill. Fucking chill. Oh, ik kan niet meer wapens pakken. Hallo, ga naar die steen dan. Jongens, ze reageren niet op die steen. Wat is dit? Ja, ga erheen. What the fuck? Ja, en jij gaat dood. Doe R2 dan. Waarom doe je geen R2? Ja, bedankt.
Oké, pak het zuurstofmasker nu zo, bedankt. En dan heb je dus nu... Oh, nice, nu kan ik dit krijgen. Oh, dit is zo chill, nice. Je kan niet verder dan dit krijgen. Het maximum dat je kan healen is gewoon twee dingetjes. En verder is het jammer, bro. Alleen, verder kun je gewoon niks. Oké, hoe ga ik daar komen? Even kijken. Kut, wat gebeurde er nou? Oh! Daar zag... Oh my god, ik kan niet door dat jij er was. Nou, in ieder geval bedankt voor de extra zuurstof pik. We gaan verder, mensen. Oh god. Ze hebben hier ook van die beesten. En ik heb zuurstof dus nodig. Ik vind het leuke mechanic, maar ook irritant, ja. Voor het bezoeken, ja, het lampje knippert. I don't care. Nee, kut. Hallo. Pak je wapen erbij, AJ. Ja, nu ga ik dood, want nu ga ik dood. Ja, waarom pak je ook die kuttrekker, man? Ik hoef mijn GPS niet te gebruiken. Fuck off. Het is duidelijk hier, hoor. Doorzoeken. Nou, heeft hij het voor? Nope. What's empty. This? Where are the guns? De guns? Nou, ik denk niet dat daar in zo'n klein doosje een gun past, weet je. Fit overgebleven vrachten met vol systeem. Oké, dan. Oh, kut. Ik heb wel zuurstof nodig. Ik moet even snel iemand killen. Ja, dit bedoel ik dus. Als het goed is... Ja, ik kan... Als ik stop, gaat deze hele missie kapot. Dus ja, we gaan hem wel even afmaken. Maar ja, dan wordt het wel een XXL aflevering weer. En ja, wil ik dat nou echt? Dat is wel een goede vraag. Ja, we zitten nu een grot. Als het goed is, zijn hier beren, ja. Wapen gebruiken wil ik graag. Oh god. Misschien dit? Dus als het goed is, is hier ergens een beer. Dacht ik. Maar waar? Ik wil mijn flashlight uitschakelen. Hoe doe ik dat? Ja, bedankt beer. Jij gaat je bek houden. Oké, hier. Jullie zijn doodgaan door een beer. Echt get wrecked. En nu zit ook niks meer. What was in here? Ja, dat vraag ik me ook af. Wat zijn die... Nou, in ieder geval die beer, die hebben we in één keer gekild. Dus dat valt wel mee. Even kijken, nu moet ik uit deze grot komen. En deze wolf is... Ja, jij bent gerekt door ijs, bro. Dat is een beetje, ja, jammer. Jammer, je bent redelijk shit in de game. Vorige week zondag had ik natuurlijk pannenkoeken gegeten. Maar zeg maar, ja, deze zondag jammer genoeg niet. Vind ik wel jammer, want pannenkoeken zijn natuurlijk haulo lekker. Oké, we gaan even hierheen. Is er een geit of zo? Nou, je mag ook rotten. Oh. Holy shit, wat doen jullie hier nou weer? Jongens, nu hebben jullie me laten zien. Oh god. Hé, oprotten jij. Ik wil mijn zuurstof replenishen. Doe ik dat? Dan moet ik als goed jou doorzoeken, of niet? Of krijg ik het automatisch? Oké, nou dat is eentje dood, denk ik. Even wat kogels. 9 keer, maar waarom zo weinig? Waar slaat dat op? Dat is zo oneerlijk. Oké, nou we zijn in het gebied. Als het goed is, zijn die redelijk... Ja, ik wil dat ding niet de hele tijd. Ik weet dat dat reageert. Er staat toch zo'n gele cirkel bij. Come on. Daar is zo'n leider als het goed is. Dacht ik, of niet? Ja, jullie zijn de lul. Ja, ik kan wel eliminatie proberen, maar... Oh god. Ik moet eigenlijk een vaardigheid leren. Oh, ik heb 0 vaardigheidsbonnen. Anders kon ik... Wacht, welke was het? Nee, er was zo'n... Huh? Er was zo'n eliminatie waar je zo met zo'n gun kon schieten. Of ben ik nou gek? Ja, dit. Volgens op... Oh, dan moet je op L2 doen dus. Oké. Oké, boys, kom maar even langs. Ja! Nice! Jullie zijn in ieder geval dood.
Gelukkig heb ik wel zuurstof, heb ik redelijk veel, ja. Dus ik ga deze mensen even doorlooten, want die doorlooten worden was een beetje slecht. Nee, ik wil geen wapen wisselen. Ik wil graag hem doorzoeken, ja. Waar? Deze guy heeft het toch? Ja, hij heeft zo'n rood vestje, ja. En hij heeft dat goed. Oh god, er zit iemand achter die AJ. Oh god. Er zijn mensen hier, oh. Oh, hier is zo'n wapenbox. King's name. Dat gaan we dus niet doen, meneer. Hallo, schiet dan, AJ. Waar slaat het? Waarom schiet die AJ dan niet met zijn ding? Nou, ik ga weg, ouwe. Doei. Ik ga weg. Oké, stokje breken. Oké. Natuurlijk, de laatste vracht hebben we nodig. Dus ja. Oh god, kan ik deze jump maken? Ja, toch? Ja, kom op, AJ. Kom op. AJ. Nice. Je bent een bergheid, AJ. Oké, nice. Het gaat redelijk lekker, I guess. Volgens mij moet ik hier naar boven gaan, maar dat weet ik niet zeker. Ja, daar is zo'n grappling ding. Oké, nice. Ja. Dat hebben we door. Nice. Oké, mensen. Dit is de laatste. En dan als goed hebben we de missie niet voltooid. Want dan moeten we nog teruggaan. Wat vervelend is. Maar hey, we zijn al lekker 20 minuutjes bezig. Dus ja, we gaan lekker verder, mensen. We hebben een lekker verhaalmissie gedaan in de sneeuw. Ik wist toch dat in februari ging sneeuw. Of januari, ik weet niet. Het heeft een keer gesneeuwd deze winter. Als het goed zijn niet alleen maar van die beesten. Dus het valt wel mee hoe kut dat is. Nou, het is wel redelijk kut, maar ik vind mensen eigenlijk wel fijner, denk ik. Want dan kun je eliminaties doen en zo. En dat kan niet bij dieren. Ik heb niet zoveel zuurstof meer, dus ik moet eigenlijk opschieten, ja. Kom op, waar is dat ding? Oh, ze rennen nou serieus weg? Hallo? Ja, ik hoorde al zo'n ding, jongen. Waarom doet dat zoveel damage? Mag ik dat vragen? Mag ik dat gewoon vragen waarom zo'n vogel zoveel damage doet? Oh god. Ga dood, jij beest. Waarom ga jij ook niet dood? Waarom moet ik zoveel kogels erin jassen? Jongen, waar is die Kaulo vracht nou? Ik word een beetje fucking autistisch van nu. Holy titelzooi. Hij moet hier ergens boven liggen, maar Nee. Zo'n vogel komt weer. Hier ligt er eentje. Oké, kom op. Nice, Zero. Ik heb geen idee hoe je hier bent doodgaan, meneer, maar bedankt. En nu hebben we het als het goed is. Nice, hier zit wat in. Oké. But if it's not weapons, why did he send me here? Ga terug naar Longus. Oké, opschieten snel, AJ, want je hebt niet zoveel zuurstof meer. Oh god, nee. Zo'n vogel komt er weer aan. Ik heb niet veel zuurstof meer. Shit, ouwe. Hoe ga ik dit nou doen? Oké, kom op. Even healen. Hoe ga ik daar omhoog? Oh god, ja, ik weet dat mijn zuurstof niet zo goed meer is. Misschien hier naartoe of zo? I don't know. Ik ben confused. Hoe moet ik terug? Ah, mijn zuurstof is bijna op. Nee. Laat mijn zuurstof niet op zijn, alsjeblieft. Loskoppelen. Oké. Dan moet ik. Oh, kut. AJ. Nice. Oké, leidt dit ergens naartoe? Alsjeblieft, leidt het me gewoon. Laat het me naar gewoon de volgende. Gewoon naar de uitgaan, want. Oh, hoe kom ik ineens aan zuurstof? Oké, dat is rennen. Bedankt, zuurstof. Au. Ik vind het wel een vet mechanic, ja, om eerlijk te zijn. Oh god, dan zijn we hier weer, of niet? Oké, kom op. Laat me gewoon uit. Oké. Hoe gaan we ooit daar komen, ja? Ik denk dat we dan zo moeten lopen of zo. En dan zo. Ja, ik probeer het. Oh, nice. Ik heb een checkpoint. Oké, ik ben een goede weg aan het bewandelen, ja? Mijn zuurstof is echt bijna op. Alsjeblieft, schiet op, AJ. Oh, god, toch. Hey, oprotte jij. Waarom zijn er überhaupt mensen? Waar komen jullie vandaan? Waar komen jullie vandaan, boys? Mag ik dat vragen? Oh
god, ik ga bijna dood omdat een of andere debiel hier heel dichtbij is. Nee, oprotten jij met je granaat. Oké, er is nog één, Oprotten jij, headshotje. Wel bedankt voor de extra zuurstof, boys, want nu kan ik er weer lekker tegenaan. Jongen, wat doe jij dan daar? Oké, oprotte jij? Oh god, ik moet reloaden. Nee, jij gaat geen ding vuren. Oprotte jij? Headshotje erbij. Oké, wat nu? Hoe kom ik daar nu op dan? Oh, hero. Oké, nice. Ga terug naar Longus. Ja, ik probeer het, maar... Deze mensen doen een beetje vervelend. Die zijn ook weer mensen. God, dat was zo close. Dat was zo tiete close. Wat de hel is er nou een chopper van die mensen? Zit er nou meer van die chappies in? Oh god, ik ben gespot. Ik heb geen idee op wie ik schoot, maar ik schoot gewoon. Oké, boys, ik ren even terug als je neer de herfst vindt. Ik ren even terug, boys. Oké, zit hem achterna. Ik ga gewoon weg, jongens. Ik ga hier geen aandacht aan besteden. Ja, later. Oh god, deze guy. Interactie. Breng me terug. In ieder geval, mensen, bedankt voor het kijken van deze video. Als je het een leuke video van laat, dan een blad heb ik wel geachter. Abonneer de kanaal naar beneden, comment kanaal naar beneden. We zijn naar de Himalaya geweest. We hebben wat beesten aangevallen. Ik heb wat nieuwtjes verteld over gisteren naar het bos geweest. Gezellig. En alsjeblieft, bro. En verder ga ik vanavond, of vanavond, vanmiddag aan nou misschien Minecraft spelen of zo. Het was al niet weer naar het bos, het gaat een beetje te ver hoor, maar hey. Verder heb ik gisteren broodje hamburger gegeten in de middag, dat is redelijk lekker. Vandaag wil ik het ook weer eten, maar ik weet niet of er witte bolletjes af zijn, want mensen hier... Oh. You know this. People call it the circle of life, but wat lul jij, bro? Is built on a pile of bones. You eat, en verder is 28 maart vandaag, mensen. Het is een jaar geleden dat ik een Fortnite video maakte met 3 andere mensen. En ja, dat is nu over. Dat zijn diamonds. Zien er redelijk lelijk uit. Oh god. Ja, dit is redelijk veel money. I was saved by a bullet to the head. Oké. It killed the old me, the terrible me, one you would have called a warlord. A warlord? What the? It made a hole in my skull that allowed the light of God to slip in, and I was baptized by the waters of Coca-Falls. Okay. So those diamonds. Coca-Waterfall. Leviticus 17:11. For it is the blood that makes an atonement for the soul. Oh, my places gaat wel zijn jet omhoog, YOLO. Of my past transgressions. I don't care, actually. Yeah. Is a sin. Waarom? In my hands have committed many. Ja, waarom wil je ze dan? Gewoon voor de money. For the golden path. Ja, dat ga je wel geven, toch? Je gaat nu niet naaien. Ja. And better. Ja. Go. Tell Amita and Sibol they will be getting their weapons. And they may also want to know that the blue is preparing a large shipment of opium at opium the OT factory. Drugs als goed opium? Is. Opium? Another terrible business, ja. AJ. Now go! And tell okay. Them, and when you are finished, come see me, for the Lord's work is never done. Okay, dan ik ga loesoe, bro. Bloeddiamant missie voltooid. Nou, dat is heel mooi, ja. Dat is heel mooi. Heb ik wat vaardigheidspunten of niet? Nice. Okay, hoeveel heb ik er? Hoeveel vaardigheidspunten? Eentje zeker. Ja, eentje. Nou, daar kan ik dus geen ene titel mee. Wow, wat een shit. Richt... Nee, dat is... Shit, eigenlijk. Ja, voor de meeste goede dingen heb ik 2 vaardigheidspunten nodig. Maar in ieder geval, mensen, bedankt voor het kijken van deze video. We hebben 1 story mode missie gedaan. Aan het begin was ik een beetje aan het kutten met de weg. Verder is Bad Reds Super Gameplay gekeken. Gisteren naar het bos geweest, even gewoon gechilled. Minecraft gespeeld, Risk gespeeld, gezellig gewonnen en... Vorige week pannenkoekjes, maar nu niet. Bedankt voor het kijken van deze video, mensen. 7,73% voltooid. Het gaat redelijk lekker. Later.